Minister Uraiki Tramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft vandaag in de Nationale Assemblée antwoord gegeven op vragen gesteld door het parlement. De bewindsman gaf aan dat het ministerie in een beginfase zit wat betreft het thuiszorgbeleid. Vanwege de coronapandemie zijn gesprekken met samenwerkende instanties en partners gestuit, zegt Tramsaran. Contact moet weer worden gelegd met deze samenwerkende instanties om over te gaan tot inventarisatie en om te kijken wat de benodigde hulpmiddelen en personeel zal zijn om zodoende thuiszorg te garanderen. De begrote middelen hadden als bestemming de aanschaf van de benodigde hulpmiddelen. Gezien de inventarisatie nog niet heeft plaatsgevonden of had plaatsgevonden, kan men nog niet overgaan tot de aanschaf. Momenteel, voorzitter, worden er weer afspraken gemaakt. Weer afspraken gemaakt voor de voortgang van besprekingen met de diensten. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om online meetings te organiseren. In deze periode zijn er dus geen financiële middelen nodig. Totdat het zover is dat de meetings zijn afgerond en dat wij dan moeten overgaan nadat we een inventarisatie hebben gemaakt. Om het weer op de begroting te brengen en dat zal dan in 2021 als mede op basis van de verzamelde informatie uit de begrotingsjaar 2020 plaatsvinden. De uitvoering van het integraal en duurzaam kinderrechtenbeleid zal onder meer geschieden middels dataverzameling, zegt minister Ramsaran. Vanwege beleidsmaatregelen zijn deze programma's ook teruggebracht naar Nihil. Maar er wordt wel afgestemd met collega Financiën om dan het een en ander te bekijken voor wat betreft dan het invulling te geven aan de financiële middelen natuurlijk. Alhoewel wij jaarlijks financiële ondersteuning krijgen van de UNICEF, let wel, we krijgen ondersteuning. Het is van hun kant dat ze dit graag dan zouden willen inzetten voor dit soort projecten. Wordt het niet ondergebracht onder deze beleidsmaatregelen, is dat nog geen garantie voor 2021 ook, rekening houdende met de huidige COVID-pandemie. Het beschikbaar stellen van budgetten voor duurzaam kinder- en jeugdbeleid aan diverse ministeries is zeer belangrijk. Voor de eerstvolgende rapportage die Suriname zal moeten doen in 2021, is kort tijd, bij het VN Kinderrechtencomité. Aangezien Suriname het kinderrechtverdrag heeft geratificeerd, zal zij haar commitment ook moeten tonen. En dat was minister Uraiki Tramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Hij heeft antwoord gegeven op vragen van het parlement over programma's van het ministerie.